Goedemiddag, mijn naam is Joseph Aars. Vandaag gaan we de richtingsvector berekenen van een vlak. Een vlak alpha g wordt door ux plus vi plus zt in vergelijking met de richtingsvectoren. Die nodig hebben om een parameter van de vectorvergelijking op te stellen. Dan gaan we nu de drie punten van de vlakte onderzoeken en we gebruiken best de snijpunten van de assen. De drie punten kun je in je richtingsvector opstellen, gaan we later doen. En de gemakkelijkste manier is gewoon snijpunten van de assen bezoeken. Bijvoorbeeld, eerst bijvoorbeeld, we kiezen x gelijk aan 0, eigen gelijk aan 0. Dan snij je met de z-as, ja, alleen de z-waarde over, dan wordt z gelijk aan, als je uitrekt, min tegenover w. Ik zit eenvoudig weg, houdt alleen over wz is min t, of z is min tegenover w. Nou, het punt wordt dan, het eerste punt, 0, 0, min tegenover w. Tweede as, die we zoeken, dan daar staan we x gelijk aan 0 en z gelijk aan 0, dat is de y-as. Ja, dan hou je alleen een y-waarde over, y is dan gelijk aan min tegenover v. Gebruik ux en vz vallen weg, houdt over min tegenover v. Het punt is dus het punt 0, min tegenover v, 0. Derde, as, stellen we x y gelijk aan 0 en z gelijk aan 0. Dan hou je alleen de x-as over, dus een x-waarde. De x-waarde zal zijn, als je goed kijkt, min tegenover u. Dan krijg je het punt min tegenover u, 0, 0. Je hebt nu drie punten gevonden van je vlak. Nee, want dan, je kunt ook andere punten kiezen. Je kunt bijvoorbeeld y gelijk aan 47 stellen en y aan 128. Veel te moeilijk, gebruik altijd 0, 0. Nu kunnen we de richting gaan berekenen. Meestal richting en meen gewoon eerste punt min tweede punt, bijvoorbeeld 0, dan min tegenover v tegenover w. Ja. Tweede min de eerste, je kunt ook de eerste min tweede kiezen. De tweede mogelijkheid is m2, derde min de tweede, krijg je min tegenover u tegenover v 0. Je hebt veel mogelijkheden om dan de richtingvector te kiezen, gewoon veel van twee van deze punten. Onthoud, we kiezen afnemen met de assen 0, 0. Je mag ook kiezen, ik ga aan 121, y aan 421. Maakt het veel moeilijker, gebruik altijd x genoeg eigen 0. Bijvoorbeeld, alpha is 2x plus 3y min 4z plus 12 is 0. We beginnen dus met de eerste x gelijk aan 0 is eigenlijk 0, of je z over. Z wordt dan min 12 gedeeld door min 4 is het punt 3. Je krijgt dus het eerste punt 0,03. Tweede, gaan we doen x gelijk aan 0 te stellen en z gelijk aan 0. Dan je een y-waarde krijgt en je y wordt dan, als je goed kijkt, min 12 gedeeld door 3 is min 4. Dus y is min 4. Min 12 tot 3 is min 4. Dan krijg je het punt 0, min 4, 0. Derde, eigenlijk aan 0, z gelijk aan 0. Dan krijg je de waarde x gelijk aan, min 12 tot 2 is min 6. Dan krijg je het punt min 6, 0, 0. We hebben drie punten gevonden van je vlak. Dan kun je gewoon opnieuw de richtingvector optellen. We gaan de tweede min de eerste doen. Je mag ook de eerste min de tweede doen. Gaan M1 kiezen, tweede min de eerste, krijg je 0. Dan min 4 min 0 is min 4 en 0 min 3 wordt min 3. Dat is je eerste richting. Tweede richting bijvoorbeeld. Derde min de tweede. Min 6, dan min 4, 4 en 0. Dat zijn twee richtingen. Op dat moment, je hebt oneindig veel richtingen, zolang die maar evenredig zijn. Bijvoorbeeld de laatste kun je vereenvoudigen naar richting M3 min 2, 0. Ja? Je hebt veel mogelijkheden. Ja? Dan houdt, ik krijg nog eentje, we kiezen x0, y0, je mag ook kiezen x gelijk aan 4, y gelijk aan 27, of x aan 141 en y aan 321, maakt het veel moeilijker, gebruik x gelijk aan 0, y gelijk om die waarde te vinden. Laatste voorbeeld hier, alpha x gelijk aan 0, ja, hier betekent, alle punten van alpha hebben de eigenschap dat de x-waarde 0 is, je hebt 0, a, b. Dat betekent, als je twee punten neemt, en je neemt daar de richting van, de eerste 0 gewoon 0 zijn, dat betekent, richting M1 dat gewoon zijn, x-waarde 0, a, bijvoorbeeld 0, 1. Tweede, richting M2, 0, 1, 0. Ja. Voorwaarde moet zijn, uw x-waarde moet 0 zijn. Dat zijn dus richtingfactoren naar vlak. Ik herhaal nog eventjes, welke punten vind je de punten altijd? In dit geval moet je de x gelijk aan 0 stellen, ja, om dit te vinden. Maar in het algemeen, ja, onthoud, je kiest x0 en y gelijk aan 0 of z gelijk aan 0. Je mocht ook kiezen x gelijk aan 321 en y aan 545. Of x min 27, y 321. Maakt het veel moeilijker. Kies x gelijk aan 0, eigenlijk een z aan 0. Dank wel.